Maar even een lijfvlogje. De politiehelikopter, vierde avond op rij. Er is een kerel ontvoerd. Begin van de avond dood en doodstil op straat. Dus waarom de kreng hier nou weer vliegen, we weten het niet. Maar ja, liever nu als 's nachts, want daar hebben ze ook nogal een houtje van. En dan bij voorkeur de hele tijd boven mijn huis natuurlijk. Vinden ze leuk. Ik begin me nu toch wel zorgen te maken. Er is een vent ontvoerd. Er zijn de jongens voor opgepakt. Als je nou even achter die boom komt, weer tevoorschijn die helikopter. Er zijn de jongens opgepakt. Ik weet dat er een onderzoek gaande is. Maar net als vannacht. Heel iets raars. Hé broer. Hou het. KK woord de hele tijd. Die auto in. Je gaat nou fucking die auto in. En schreeuwen die Marokkanen. Hebben ze zo'n buitenlander? Hebben ze zo'n groen bestelbusje ingetrapt aan de achterkant? Iets wat ik nog nooit heb gezien hier in het buurtje. Vrijdagavond was er ten hoogte van die school en end van de straat, voorheen de oude kindervriend, ook ruzie. Waar is dat geld gebleven? Heb die gepraat. Heel veel gezeik. Ik denk, nou, die schieten elkaar zo af. En waarom dacht ik dat? Er liep een kerel tussen. Die hoorde bij een van de dealers. Hier in de zijstraat, waarvan we eigenlijk collectief al wisten dat hij gewapend was. Maar dat hij een privilege plek had bij de politie. Al jaren en dag. Dat ik destijds ging praten over de Herenstraat. Werd mijn bek me min of meer gesnoerd door mijn wijkagent. Maar goed, hij vliegt er weer. Vierde avond op rij. Kerel ontvoerd. Meerdere jongens opgepakt. Rond dit tijdstip is er weinig onrust in het buurtje. En 's avonds rond een uur of half elf, 11 uur. Dan begint de ellende. En dan zie je geen agent hier in het buurtje. Gewoon niet te bekennen. Dus waarom de kring hier vlieg? Geen idee. Wat ze aan het zoeken zijn. Ik denk dat ik wel mijn vermoedens heb. We hebben veel geruchten in het buurtje. Geruchten. Het zijn natuurlijk geruchten. Maar altijd 50% dat ik denk, oké, kan waarheid zijn. Hij is de hele tijd, het is zojuist, rondjes boven ons huis gevlogen. Hij zit nu heel erg eventjes in die hoek. Betekent dat hij zometeen weer terugkomt. Maar echt voor de vierde avond op rij. Kijk, daar komt hij weer achter de boom vandaan. Voor de vierde avond op rij. Is dat teringkreng er weer. Nou, als ik ergens een hekel aan heb, zijn het de politiehelikopters. Want dat dendert je hele huis door. Dus niet normaal zoveel herrie dat die dingen maken. Dus vooral liever nu als 's nachts. 's Nachts wil ik eigenlijk worden we de collectief wakker op. Geen idee, we gaan afwachten wat er nu weer big business is hier in het buurtje. Vanavond toch maar weer eens even buiten rondje lopen, eens even een beetje de nieuwe geruchten aanhoren. Want nu voor de vierde avond op rij, ja, dit kan nooit heel goed betekenen. En bijzonder is, het vliegt nog steeds, boven de lantaarnpaal. Politie zie je niet op straat. Dus ik heb het idee dat het heel veel stille verborgen zitten. Hij vliegt nu weer weg. Ik heb het idee dat er heel veel stille verborgen zitten hier in het buurtje momenteel. Het is s'avonds een creatieve sfeertje. Ik heb in sinds tijden weer mijn deur op de knip zitten. Dus we gaan het er maar mee doen. Ga maar eens even een rondje buiten wandelen. Eens even met mijn connecties eens even praten. Ik begin me nu wel zorgen te maken, zeker na vannacht. Ruzie bij dat schooltje. Kerel die een busje ingetrapt werd. Constant van die gekke dingen boven je huis vliegen. Gewoon eens kijken wat er los is. Ik wens jullie een fijne avond.